OH Leuven wint nipte-topper tegen Anderlecht en is herfstkampioen. Dat en nog veel meer in Lotto Super League Rewind. Het is koud in het Lottopark, kijk maar naar de flink ingepakte begeleidertjes. Maar in de topper tussen de twee ongeslagen ploegen stijgt de temperatuur heel snel. De bezoekers met een vroege hoekschop en Van Kerkhoven met een kopbal. Dit is nog geen probleem voor Odeurs. Naar de overkant dan met Marie Minaert. Zij krijgt de bal terug na haar inworp. Kies dan voor de actie. Mooi gedaan. De voorzet komt eraan. Tisiak werkt makkelijk weg, maar wel een hoekschop voor Anderlecht. Die wordt helemaal niet goed genomen, recht het pak in. Maar de bal belandt weer in een paarse voet, opnieuw voorbrengen. En dan is het Van Wijnsbergen aan de tweede paal. De voorzet is Van Wijnands. En Van Wijnsbergen wordt helemaal vrijgelaten. Het staat 1-0 voor Anderlecht. Ann Poorter mag enkele minuten later ook naar de cornervlag. De bal gaat naar de lopende Kator. En we hebben het Leuvense antwoord. 1-1 na nog geen 10 minuten en 2 goals op stilstaande fases. Mooie uitgespeelde kansen zien we net wat minder. Sari Kees brengt de bal tot bij Van Kerkhoven. Zij ziet Eurlings, maar de bal wordt weggewerkt. Het schot van Kees zeilt naast. Nog eens een stilstaande fase dan. Goed getrapt, Consol met het hoofd, Evraar zonder moeite. Het lijkt vlak voor rust 1-1 te blijven en Tisiak wil nog eens naar Van Kerkhoven spelen die uit buitenspel komt. De scheidsrechter laat doorspelen, even is er twijfel, maar dan gaat de bal opzij naar Janssens. De kans en prima afgewerkt. 1-2 voor Leuven net voor de rust, feest in het bezoekende vak. Paarswit kan het niet geloven. Maar even goed opletten, want het is Minaert die de pas van Tisiak nog devieert en zo het buitenspel van Van Kerkhoven opheft. En daarom mag de actie gewoon doorgaan. Bij Anderlecht vergeten ze allemaal even verder te spelen. En dan krijgt Oagel natuurlijk alle ruimte met alle gevolgen van dien. Op een moment zien we dat l'arbitre sur la ligne lève le drapeau, maar bon, c'est pas une excuse, on doit continuer à jouer tant que l'arbitre siffle pas. Donc c'était, comme je dis, c'était une bête erreur, tous les goals étaient évitables. Mais bon, c'est à nous de se remettre en question et de grandir avec ces goals-là. Ook met de bonus blijft OHL bedrijvig, een mooie combinatie. En dan een pasje binnendoor naar Eurlings, die duikt de 16 in. Het schot ook nog, Odeurs met een save. Er zijn intussen wat extra toeschouwers bijgekomen. Let op de duiven. Bouabadi rent met de bal recht op de vogels af. Ze doet iedereen opschrikken met een goede trap en de gelijkmaker. De thuisploeg snel weer langs zij na de rust. Laat de duiven je niet afleiden. Dit is gewoon een goede trap. Een mooie trap van Bouabadi. In de 10 minuten na de goal zijn het vooral de duiven die de show stelen. Tot een corner van Oagel. De bal wordt weggewerkt. Kator haalt uit. Het is een stevige knal op de dwarslat. En dan via Tisiak gaat de bal naast. Iedereen is weer klaar wakker. Krijgen we nog een winnaar of gaan de topploegen de buit verdelen? Wijnands heeft in elk geval wel zin in een nummertje. Even dollen en dan trappen. Goed geprobeerd. Evraar stopt. Anderlecht zoekt naar de winning goal. Het zet druk, maar het is Leuven dat overneemt en van Schoonhoven diep stuurt. De invalster gaat het hoekje in. Pakt dan uit met een paar mooie overstapjes. De voorzet komt er ook. En die gaat binnen. Het deksel op de neus voor Anderlecht. Ella van Kerkhoven viert uitbundig. Maar heeft ze die bal wel aangeraakt? Het is moeilijk te zien, maar het lijkt meer op de hiel van Colson. Ella van Kerkhoven, was dat nu jouw winning goal of was het een on-goal? Ah, wel, ik moet zeggen mijn. Maar wat is het echte gevoel? Wat is het echte verhaal? Ah, wel, ik weet het echt niet. Ik ga de beelden zelf nog eens moeten bekijken. Het is gewoon, ja, ik sta gewoon op de ambetantste plaats dat ik kan staan, denk ik. En dan gaat hij erin. En ik ben gewoon echt heel blij dat hij erin ging. Anderlecht geeft niet op. Een voorzet nog van Wijnands. Evraar wil plukken, maar lost. En dan in de kluts toch die bal naast een boze Evraar. Het was een fout op de doelvrouw van Colson. Het blijft 2-3. Leuven wint en trekt als leider met 30-30 de terugronde in. Anderlecht volgt nu op 3 punten. En even is er tijd voor euforie, maar beide trainers weten dat de competitie nog erg lang is.
dit is mentaal goed. Dit is mentaal goed naar zaterdag toe, want zaterdag is standaard weer. Dus ik denk dat ik dat al deze week ook eens heb laten vallen. Van oké, we mogen hier zeker van genieten, we moeten hier van genieten. De enige spijt is dat we maandag terug aan de slag moeten voor zaterdag. Dus zo lang blijft het niet hangen, denk ik. Of kan ik wel voorspellen. Het is gewoon feit van nu kopje er terug bij te krijgen en dan naar volgende week zaterdag toe te werken standaard. Zegt dat iets over het vervolg van het seizoen? Kijk eens naar vorig seizoen. Dus in de play-offs gaan jullie het recht zetten, is dat wat je wilt zeggen? Nee, ik zeg gewoon dat we vorig seizoen dat Anderlecht toen ook 2 keer verloren heeft in Oagel. Met Genk Club YLA stond er nog een topper op het menu van speeldag 11. Met de nummers 4 en 3 tegenover elkaar. En Genk is meteen op de afspraak. De thuisploeg heeft het overwicht in het openingshalfuur, maar echt veel kansen creëren lukt echter niet. De bal blijft wel gevaarlijk voor doel hangen, maar een doelpunt volgt niet. De druk blijft wel aanhouden en op het half uur krijgt Genk dan toch wat het verdient. Choy Kerstens kopt haar 6e van het seizoen binnen. 1-0, goede vrije trap ook van Zijr. 5 minuten later leidt Club niet voor het eerst deze wedstrijd. Don balverlies achterin. Petri geeft mee met Van Zijr en die wordt door Ousraoui tegen de grond gewerkt. Penalty en geel voor Ousraoui. Van Zijr gaat zelf achter de bal staan. Marco Ventuikt naar de goede hoek. Zo blijft het 1-0. En laat Club dan niks zien, denken we dan? Wel, de enige noemenswaardige kans in de eerste helft komt er na een mooie combinatie. Maar het schot vormt geen gevaar. Zo gaan we rusten met 1-0. In de tweede helft tapt Club uit een heel ander vaatje. Het is dominant aan de bal en komt gevaarlijk opzetten. Het spelbeeld is totaal veranderd. Nu is het Brugge dat Genk vastzet op de eigen helft en kansen weet af te dwingen. Of kansjes eerder gezegd, want dit was een zwakke poging. Van Mechelen is intussen ook goed gerodeerd. Opnieuw verstuurt ze een scherpe voorzet in de box. Alleen mist Ario voorlopig de kracht en de finesse om tot scoren te komen. Na dik uur spelen komt de thuisploeger toch ook eens goed uit. Van Zijr met een voorzet in 1-1 richting Petri. Maar Covent is bij de pinken goed uitgekomen van de 18-jarige doelvrouw. Moerman gooit nog wel een extra spits in de ploeg, maar Duisters kan 5 minuten voor tijd de 2-0 met enige moeite binnenwerken. En zo verliest Club de nagelbijter in Genk. We hebben een goede eerste 20-25 minuten in de tweede helft gehad. En hadden we willen scoren, dan had het daar moeten gebeuren. En daarna is de wedstrijd wat doodgebloed qua kansen, denk ik. Ook voor hen trouwens. Het is erom dat ik zeg, hadden we hetzelfde gebracht in de eerste helft als in de tweede, had het zo geen vaart moeten lopen en waren de competitief voor misschien hier wel iets te kunnen rapen. Misschien geen 3 punten, maar toch zeker geen verliesbeurt. Genk laat nog maar eens zien dat het op eigen veld iedereen het lastig kan maken. Wipt door deze zege over Club naar de 3e plaats in de stand. Wat wij nu presteren zijn op het moment, ja, dus dat hebben we zeker niet gedacht voor de competitie. En nu moeten we ons goed focussen op de beker, want als we daar nog kunnen doorstoten op Charleroi, altijd een moeilijke wedstrijd, zitten we ook nog in een halve finale en 3e plaats. Ja, dat is schitterend denk ik voor die meiden. Hè. Stadaar kreeg zo te Waregem op bezoek en geeft al in de eerste minuut te gemakkelijk een hoekschop weg waar Windels bijna kan van profiteren. De thuisploeg reageert met een diepe bal op Gelders. Ze zit al aan 8 doelpunten dit seizoen, maar deze keer treft ze de paal. 2 minuten later is het wel raak met Marinucci als aangever en Von als afwerker in 1 tijd. Al lijkt ze zelf verrast dat de bal in doel is beland. 1-0. Stadaar neemt nu de wedstrijd in handen. Een welgemikte vrijtrap van Van Einde en Blaven trapte 2-0 tegen de netten. De thuisploeg zit op rozen. Stadaar controleert en domineert. Merkelbach vanuit de tweede lijn mikt maar net naast. Meteen daarna is Zijnhaven alert op een verschot van Gelders. We gaan rusten bij 2-0 terwijl de zichtbaarheid al maar slechter wordt. In eerste instantie besluit de scheidsrechter de rust wat te verlengen in de hoop dat het weer wat opklaart. Maar na 6 minuten in de tweede helft wordt de wedstrijd alsnog vroegtijdig gestaakt. Bij Standaard zijn ze karig met commentaar over die beslissing. On comprend à moitié parce que nous on avait la sensation au bord du terrain que on pouvait continuer. Maintenant, je crois qu'il faut se concentrer sur la prestation de l'équipe. L'équipe a fait une belle performance après 45 minutes. On mène 2-0 contre un adversaire qui est quand même un candidat au play-off. Ook voor Zulte Waregem is de beslissing extra zuur. Het is zonde dat wij 2 keer 2 uur op de bus moeten zitten om pakweg 35 minuten te kunnen voetballen. Er zijn omstandigheden waarin je de wedstrijd kan staken, maar ja,
We hadden het gevoel dat hij ook wel kon blijven doorgaan, dacht ik. Met Eendracht Aalsta agent kregen we een Oost-Vlaamse derby waarin de thuisploeg begint met de meeste druk naar voren. En onder meer een bedrijvige Ulrike de Freire, maar een doelpunt komt er niet uit. Aan de overkant is het wel raak. Op het half uur pakt Alix Bosteels uit met het schot. Doelvrouw Strooband brengt redding, maar Nena Retzin is er als de kippen bij om de rebound binnen te trappen. A-agent krijgt de beste kansen, maar zowel Eline als Van Dalen kunnen niet scoren. Vroeg in de tweede helft is Retzin dicht bij haar tweede goal, maar ze geraakt niet voorbij Strooband. En de rebound van Van den Heuvel eindigt ergens boven Hofstade. Aalst komt er nog sporadisch uit, maar de geplaatste bal van de Freire brengt doelvrouw Maas niet in de problemen. Op het uur verdubbelt Gent dan toch de score. Van Dalen pakt uit met een mooie actie en legt de bal achter de thuisgoalie. A-agent is nu helemaal gelanceerd. En 5 minuten later verschalkt Bosteels de thuisgoalie en maakt er zo 0-3 van. Knappe goal, al gaat de keeper niet vrij uit. Een kwartier voor tijd doet de pas ingevallen Nuijens een schot van Van Mingeroet afwijken en zet ze zo de 0-4 eindstand op het scorebord. A-agent pakt verdiend de 3 punten, sluit de heenronde af op een 7e plaats en blijft meevechten voor play-off 1. Desondanks dat ik wel 4 jaar in Aalst heb gespeeld, speel ik nu bij Gent. En dan is dat in de nieuwe club gaan voor de nieuwe 3 punten. En ik denk dat we terecht 4 mogen zijn op het resultaat. Ik denk dat we ons wel verwacht hadden aan een druk. Zeker de ploeg niet onderschatten. Het veld ook niet onderschatten. We waren voor gewaarschuwd dat dat misschien ook wel moeilijk ging zijn, maar dat is voor beide ploegen. Dus de concentratie was broodnodig. En zeker ook iedereen naast de bal, iedereen als één team, was de boodschap vandaag voor de overwinning gaan. We hebben nu met nieuwe opstellingen gespeeld. Ik denk dat we dat ook wel in de eerste helft dat we daar de vruchten van plukken. Dan is het nu nog zaak om dat in de tweede helft ook door te trekken. We moeten eerlijk zijn. En Gent komt sterker uit de kleedkamer, vinniger. En daar is de score ook naar. In de rechterkant van het klassement kreeg Woluwe KV Mechelen op bezoek. En Gijsbrecht trapt voor White Star al vroeg over. Woluwe komt verdiend op voorsprong als De Pre de bal tegen de netten jaagt. Het is haar eerste doelpunt van het seizoen. Mechelen kan in de eerste helft maar 1 keer echt tegenprikken. Rakelboom glipt door de buitenspelval, legt breed naar Dumoulin, maar de Kakkers stuiten op een verdedigend been. Op het half uur krijgt Verdonk de kans om de Brusselse voorsprong te verdubbelen. Ze snelt alleen op Bakkarne af, maar haar schot eindigt in het zijnet. 1-0 bij de rust. De tweede helft heeft heel wat minder om het lijf. Bij de enige echte kans brengt Verdonk de bal goed voor. Michiels loopt goed in en werkt knap af. White Star doet een goede zaak, KV Mechelen een slechte. Als je kijkt naar wat we de voorbije weken op de mat gebracht hebben, waren we vandaag totaal onherkenbaar. Enorm statisch, heel weinig kwaliteit in de passing, in de controles, in al de basiszaken die je nodig hebt om er ten eerste al een goede wedstrijd van te maken. Laat staan dan nog om zelf een hele goede prestatie af te leveren. En dat is ook de grote teleurstelling vandaag. In C dat je die wedstrijd verliest, dat kan. Daar zijn we heel nuchter in. Het gaat hem vooral over de manier waarop. Ik vind niet dat je tegen een tegenstander speelt die zoveel beter is dan jullie. Of dan ons. Maar je moet er gewoon veel meer tegenover zetten. En je wordt gewoon gepakt op zaken die je op voorhand hebt aangegeven. Zeker dat tweede doelpunt. Dat is eentje die we 100 keer geanalyseerd hebben. En die valt dan ook. Ja, en dan weet je gewoon dat het misschien net op een hele belangrijke dag nieuwe wedstrijd is. Ça va faire du bien à toute l'équipe, je pense. 2-0, en plus, c'est pas comme si c'était 0 ou match nul. Enfin, on prend 3 points et je pense que on a bien géré ça pendant tout le match. Donc oui, c'est sûr que ça va faire du bien et j'espère que les semaines prochaines seront identiques. De uitslagen van speeldag 11 op een rijtje met een mooie winst van Genk tegen Club. 5 goals in de topper tussen Anderlecht en OAL. En Standaard dat bij 2-0 de match gestaakt zag wegens te veel mist. In de rangschikking is OAL nu alleen leider, heeft Genk plaats 3 ingepalmd, kruipt A-agent richting linkerkolom en werkt White Star zich ook naar boven. Komend weekend is OHL Standaard onze live match. Maar zijn ook de andere 4 matchen confrontaties met meer dan gewone inzet. Alle beelden volgende maandag in LSL Rewind. Tot dan!